مدے لاں برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagse aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kelaajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 25 juli 2020. Kelaajorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. En is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ACMI Radio 91.3 FM. In een simulcast in Nikeri te beluisteren op de 103.5 FM. Kelaajorkel is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube Source Islat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen. Deze uitzending van vandaag is ook live te zien via Alpha Televisie Facebook Channel. U gaat naar uw Facebook pagina. U slaat in Alpha Channel Suriname. Dan gaat u deze uitzending ook kunnen volgen. Kelaajorkel is ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk in mijn eigen land, ons eigen land te zien via Rapar Broadcasting Network, RBN, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkan, Kelaajorkel, en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren en ik wens u allemaal veel sterkte toe voor de u zeer moeilijke en droevige dagen. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap en de felicitaties gaan uiteraard in de richting van alle mensen die vandaag jarig zijn. Vandaag wil ik in het bijzonder feliciteren Jolanda Debs en ik wens Jolanda een heel mooie dag toe op deze zaterdag van 25 juli. De volgende personen mogen hun jaardag ook gaan voorbereiden. Voor zondag 26 juli, Sharda Ahmetali Duki, Sheikha Maiku en Jyotish Jagannath. En op 27 juli mogen de volgende personen hun jaardag gaan voorbereiden. Manaf Badlu, die is woonachtig op Aruba. Rajendra Karki, die is woonachtig in Nederland. En Sadhana Sarju, die zijn allemaal op maandag 27 juli jarig. En een goede voorbereiding naar jullie jaardag toe. Uiteraard zijn er een heleboel mensen jarig. Ik heb er niet allemaal, deze mensen zijn op mijn private Facebook, vandaar dat ik het ook weet. Maar zover u wenst dat ik dat ook mededeel, dat u jarig bent of iets wil bekendmaken in deze uitzending, dat aangenaam is, dan doe ik dat ook met alle genoegen voor u. Dan kunt u mij gewoon een bericht sturen. De koersen voor vandaag. Laat me u de internationale koersen niet doorgeven, maar wel de lokale koersen. De koersen die zijn nog hoog, maar ze zijn wel stabiel. De hoogte van een koers is niet altijd de essentie. Het gaat om de stabiliteit, dat hij niet te veel moet fluctueren. Maar hij is nog vrijwel hoog voor de burger die haar geld heeft zien eroderen tijdens het vorige kabinet. Wat betekent dat uw geld in waarde is afgenomen ten opzichte van de koersontwikkeling. Voor giraal, voor de Amerikaanse dollar, koop men dat voor 13 SRD en 50 cent. En men verkoopt het voor 14 SRD. Giraal is virtueel geld, met andere woorden, je krijgt het niet cash in je handen, is from bank to bank of from cambio to bank. Contant noteert dat voor 14 SRD 25 cent. Voor de aankoop en de verkoop is genoteerd voor 14 SRD en 50 cent. De euro noteert 14 SRD en 35 cent. En de verkoop is 14 SRD en 55 cent. Dit zijn, by the way, de twee koersen die ik u daarnet heb gegeven. Dat zijn zowat de onofficiële koersen voor u, zover u dat ook nog kunt vinden. Een hoge koersontwikkeling brengt met zich mee dat het voor iedereen duurder wordt. Kosten nemen alleen maar toe. Maar zolang de koers stabiel blijft, kunnen mensen hun kostenberekening maken. Zo weten dan precies van dit moet ik uitgeven en niet meer.
Maar wanneer die koers gaat fluctueren en dan de fluctuatie die naar de hoge kant gaat, dan wordt het leven alleen maar lastiger voor de burger. Kel Ajorkel, we gaan u vandaag ook uiteraard de gelegenheid geven om uw mening te delen in deze uitzending. Ter weer informatie kan ik u berichten dat ik eerder een melding had gemaakt dat wij de uitzenddagen zouden wijzigen. Dat gaat niet door. De uitzenddagen van Kel Ajorkel blijven op de woensdagavond via Alpha Televisie, kanaal 5.2 en op de zaterdagochtend zoals nu via RBN-TV, kanaal 5.1. Nadat ik de mededeling ruim een week geleden deed, hebben een heleboel mensen gereageerd erop en ze waren echter een andere mening toegedaan. En dan moet je ook luisteren naar de reacties van mensen. En dan moeten wij ook afgaan van wat wil de kijker hebben en wat wil de luisteraar hebben. En de kijker en de luisteraar die wilden geen wijziging hebben. Dus geluisterd naar hun gaat de wijziging, zoals eerder doorgegeven, niet door. Ik wil het ook een klein beetje makkelijk maken, ook voor mezelf hoor. Houdt u dat ook vast, want na zoveel jaren, iedere zaterdagochtend betekent dat ik ook geen vrije dag heb, want ik werk er 7 dagen per week, hè. Ja, 7 dagen per week. Dus ik dacht van, weet je, laat me het ook een klein beetje gemakkelijk voor mezelf maken. Maar ja, je moet dan maar gaan werken voor de luisteraar en de kijker. Dus het gaat op de zaterdagochtend blijven. Vrijdag 31 juli is een nationale vrije dag, want dan is het Idul Adha. Idul Adha is offerfeest. Idul Adha wordt gevierd de 10e dag van de Hajj. Dat is de bedevaart die mensen ondernemen na Idul Fitr. En 31 juli is een nationale vrije dag in ons land. U houdt daarmee rekening. Kel Ajorkel. Wat internationale informatie voor uw algemene oriëntatie, zodat u op de hoogte blijft wat er allemaal in de wereld gebeurt. Over het algemeen is de wereld bijna tot stilstand gekomen. De economie in de wereld heeft de drive niet meer sinds van het afgelopen jaar. En dat komt onder andere door COVID-19. De mensen weten in de wereld ook niet waar ze hun gelden moeten gaan beleggen. Want toen de economie normaal draaide, in full speed nog het afgelopen jaar, tot zeker januari 2020, gingen mensen hun gelden beleggen bij bedrijven of dan niet aandelen kopen op beurzen, om dat te kopen en te verkopen en te verhandelen. Bij bedrijven die het normaliter goed deden in de wereld. Het bedrijfsleven in de wereld is aan het afbrokkelen. En mensen die dan veel geld hebben, heel veel geld. En dan heb ik het niet over de normale burger. Dan heb ik het een beetje over de groepering die abnormaal veel geld heeft in de wereld. Die weten nu niet waar ze hun gelden moeten beleggen. En daar rennen ze naar goud. En zoals ik al vaker heb verteld, goud is een commodity die een angstproduct is. Is een product waarmee mensen er naartoe rennen. Als ze niet weten wat er gebeurt met de normale economie, daar rent iedereen naar goud. Vandaar dat de goudprijs internationaal enorm gestegen is. Mensen kunnen hun geld niet meer beleggen, want ze krijgen bitter weinig voor. Mensen kunnen hun geld niet kwijt bij een bank, omdat er bijna internationaal, er wordt geen rente meer gegeven. Sommigen laten zelf negatieve rente. Dus daar rennen ze naar goud, zoals altijd rennen ze naar goud. En daardoor is de goudprijs in de wereld, het was nog gisteren, ruim $1900 per troy ons. Dat is die goud. Dat is een abnormale hoogte, nog nooit gekend. Ik dacht dat de laatste keer, zoals men hier bericht, was dat rond 1921, was dat voor het laatst nog gebeurd dat de goudprijs zo'n recordhoogte had. Men verwacht nog dat het door zal gaan stijgen, omdat de economie in de wereld gewoon niet verandert. Wat betekent een hoge goudprijs voor ons? Een hoge goudprijs voor ons betekent dat de staat Suriname relatief veel meer kan gaan verdienen van de 2 grote goudondernemingen die we hier hebben, IAM Gold en Newmont. De overheid krijgt weliswaar vanuit die deal niet echt zoveel zoals mensen denken. We krijgen wat royalties en van die royalty moeten we gaan leven. We zitten niet in die profit sharing van die companies. Dus we krijgen daardoor niets. We krijgen royalty, we krijgen van de werknemers die daar werken, krijgen we loonbelasting. De lokale bedrijven verdienen ook, doordat
de bedrijven ook lokale productencomponenten kopen. Maar dat gebeurt nog lang niet meer zoveel als toen ze bij de opstart bezig waren. Dus als land verdien je relatief niet veel. Omdat je in principe je goud hebt weggegeven in die onderhandeling. Je hebt het weggegeven. Maar goed, we zullen meer krijgen in die royalty. Omdat gewoon die goudprijs omhoog is gegaan. En die bedrijven kunnen niet meer klagen. Al lang niet meer klagen. Dat ze geen winst maken. Dat kan al lang niet meer. En nu, doordat die goudprijs zo hoog is, gaan al die goudondernemingen in de wereld over toeren draaien. Hè? Want nu moeten ze die machine in hogere productie brengen, omdat die prijs goed is. Als die prijs laag is, dan ga je manpower, je gaat je productie omlaag brengen, omdat je al produceert, je verdient niks relatief meer op. Maar nu je weet dat je veel gaat verdienen, moet je niet meer slapen. Dus alle goudondernemingen in de wereld die draaien over toeren. Dit is Kalaan Jorkel. McDonald's, die kennen we van Suriname. Daar hebben we er twee afdelingen van hier. Maar McDonald's International maakt mondkapjes verplicht in alle restaurants in de Verenigde Staten. Foodketen McDonald's gaat bezoekers van al zijn restaurants in de Verenigde Staten verplichten een mondkapje te dragen vanwege het sterk stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. De maatregel gaat per 1 augustus in. Ook het personeel moet een mondkapje dragen. Het bedrijf heeft meer dan 14.000 locaties door de hele VS. Eerder kondigden grote Amerikaanse winkelbedrijven zoals Walmart, Costco en Target en koffieketen Starbucks ook al aan mondkapjes verplicht te maken voor klanten in de VS. Brazilië, São Paulo. São Paulo stelt carnaval 2021 uit vanwege het coronavirus. De grootste stad van Brazilië, São Paulo, heeft het carnavalfeest in 2021 vanwege het coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zowel de samba-scholen als carnavalsblokken, zogenaamde straatfeesten, begrijpen dat het niet haalbaar is om een carnaval in februari volgend jaar te houden. Dat zegt de burgemeester van deze stad. Rio de Janeiro, de thuishaven van het grootste carnavalfeest van Brazilië. En een van de beroemdste ter wereld overweegt een soortgelijk besluit. Brazilië staat wereldwijd op plek nummer 2 qua aantal coronabesmettingen en doden. De Amerikaanse autoriteiten hebben luchtvaartmaatschappijen een opdracht gegeven om zo'n 2000 vliegtuigen van Boeing te inspecteren die vanwege het coronavirus aan de grond worden gehouden. Het gaat om toestellen die al 7 dagen of langer niet hebben gevlogen. Luchtvaartautoriteit FAA wil dat wordt gecontroleerd of sprake is van een corrosie bij bepaalde onderdelen van de Boeing 737. Die zou ertoe kunnen leiden dat motoren uitvallen. In Singapore maakt premier Lee Hsien Loong zaterdag de namen van zijn nieuwe kabinetten vrijwel ongewijzigd bekend. Zijn People Action Party, de PAP, won eerder de maand de verkiezingen in het land. De PAP regeert Singapore al sinds het land onafhankelijk is in 1965. Ook zei de 68-jarige premier dat zijn geplande aftreden, als hij 70 is, wegens het coronavirus mogelijk zal uitstellen. Zijn verwachte opvolger, de vicepremier, blijft in de nieuwe regering aan als minister van Financiën. De huidige premier is de zoon van de stichter van het moderne Singapore, Lee Kuan Yew. En deze politieke partij heeft nooit een verkiezing verloren in Singapore sinds 1975. En Singapore is een democratisch land, by the way. En hoe kan het dat een partij zo lang aan de macht blijft, terwijl er eerlijke, correcte verkiezingen worden gehouden? Je gaat altijd blijven winnen, zolang je goed doet voor een volk. En Singapore, die doet het heel erg goed. De regering hebben goed gedaan voor de natie. En als je goed doet blijft voor een volk, dan ga je altijd winnen. Zo simpel is dat. Dit is Kalaan Jorkel. We gaan de telefoonlijnen direct voor u opengooien. En ik verwelkom uw maatschappelijke mening op het telefoonnummer 532037. Bijna 40 landen hebben in de afgelopen week een recordtoename van het aantal coronabesmettingen gemeld.
Dat is ongeveer het dubbele van het aantal van de week ervoor, blijkt uit een rapport van Reuters. Reuters is een internationaal persbureau, by the way. Dat een opleving van de pandemie in elke regio van de wereld aantoont. Het aantal gevallen neemt niet alleen toe in landen als de Verenigde Staten, Brazilië en India, die met grote uitbraken de kranten komen domineren, maar ook in onder meer Australië, Japan, Hongkong, Bolivia, Sudan, Ethiopië, Bulgarije en België, niet te vergeten Oezbekistan en Israël. In veel gevallen gaat het om landen waar een tweede golf plaatsvindt, nadat maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen werden versoepeld. In Nederland neemt het aantal gevallen ook toe. Voornamelijk neemt het toe in de gemeentes in Nederland, in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Breda. Dit is Kal Anjorkal. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen, dat is meneer Flink. Ja, goedemorgen, meneer. Ik heb een opmerking de afgelopen dagen. Misschien dat terug naar aardappel naar Uyo, Uru en Verval en Rijrecht richting landing. Voor mij doompoeveel draad. Dus al die tijd zal ik maar besparen aan aardappel. Naar Uyo, naar Sosofu, Formosa. Maar nu terug de Maipsa Highway. Naar Latour Rapid. Formosa zag ik twee grote truck richting landing. Oké, dank u wel. Dank u wel. Kijk, aardappelen en uien, dat zijn twee producten die we importeren. En dat zijn twee producten die sterk aan bederf onderhevig zijn. Als je deze dingen soms te lang houdt, kan je hem één niet meer gebruiken en ten tweede kan je hem ook niet verkopen. Hoogwaarschijnlijk is het dat de mensen een te grote hoeveelheid hadden. Dat kan, als je een te grote hoeveelheid hebt en je kan hem niet afzetten, dan gaat hij bederven. Ik denk dan gevoeglijk dat ze een te grote stok in voorraad hadden. En door die stok die afzet er niet was. En het is geen product dat je er maanden overheen kan opslaan in je magazijn. Dit is Kalan Jorkal. Laat me wat COVID nieuws geven van ons eigen land. Want daarin zijn we allemaal uiteraard eerst geïnteresseerd dan wat er in het buitenland gebeurt. In ons eigen land hebben we 478 actieve gevallen. We hebben 1305 positief getesten. We hebben 804 mensen die genezen zijn en dat brengt de gemiddelde op overal op 62,5%. We hebben 23 mensen die jammer genoeg zijn te komen te overlijden, veel sterkte aan de nabestaanden. We hebben 8 mensen in de intensive care en we hebben 338 in quarantaine. Vanavond gaat president Santokki de natie toespreken om meer te vertellen over COVID-19 en de mogelijke aan te scherpen maatregelen, maar ik kom straks daarop terug. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Buurkan, ik heb u een week geleden al gebeld over die huurwet. Maar jammer genoeg heeft u me toen niet begrepen. Ja, maar hallo? Ja, ik hoor u. Ik heb die informatie voor u. Omdat ik niet precies weet. Maar stelt uw vraag nog een keer. Dan kan ik het dus opzoeken. Ik heb u toegevraagd, weet u iets van die huurwet? Die huurwet bestaat, maar jammer genoeg zijn er zo weinig mensen in Nederland en Suriname die die huurwet kennen. En die huurwet is een verschrikkelijke goede huurwet. En daarom dacht ik, misschien kunt u wat aandacht eraan besteden in uw programma. Okay, De mensen niet meer naar een hele dure... Nee, maar ik heb de informatie voor u. Die huurwet is er wel. Bij wanbetaling was er altijd ontruiming mogelijk. Maar nu gaat dat via een huurcommissie. Dat is in die nieuwe wet. Echter, even luisteren. Echter is die huurcommissie nog niet in werking. Dat is de officiële informatie. Mag ik daar wat van zeggen? Die huurwet is wel in werking. Het is gevestigd aan de Nasilaan. En het doet hele goede zaken. Is die commissie wel in werking? Misschien. Jawel. Ik heb het zelf in mijn bezit. Die hele wet heb ik in mijn bezit. Nee, die wet heb ik ook. U kunt het gratis bekomen. Nee, die wet heb ik ook. Die wetten kunnen we vinden op de website. Dat is niet het probleem. Maar in die wet staat dat er een huurcommissie moest komen. De vraagstelling is die huurcommissie wel gekomen? Oké, prima. Dan weten we dat jawel, ook. Jawel, het is er al.
Oké, want volgens mijn informatie... En de mensen, het is gratis. Oké, dus ze kunnen daar gaan voor hun geschillen. Ja, aan de Nassilaan. Oké, dan hebben we die informatie ook. Dat was mijn informatie niet volledig. Ja, en je kan het gratis krijgen, dat boekje. Je gaat naar Binnenlandse Zaken beneden en je hebt het zo gratis. En je hoeft niet naar de rechter te gaan. Je kan ook niet meer naar de rechter. Nee, correct. Ja, dus het is een geweldige goede wet. Ja. Oké. Okay. Dus misschien kunt u wat aandacht aan besteden. Oké, dank u wel. Zal ik doen. Ja? Prima, want die wet is er. Maar ik had begrepen dat die commissie er niet was. Die uitvoering aan moest geven. Maar volgens deze beller is die commissie er wel. Dus we gaan er gevoelig van dat deze beller ervaring ermee heeft. Voor de mensen die dan in huurgeschillen zitten. Die moeten dan, als ze willen weten. Alle wetgevingsproducten die worden gemaakt in de Nationale Assemblée zijn 1. Of te vinden op de website van de Nationale Assemblée. Of u kunt altijd terecht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat wetten zijn openbare stukken voor de bevolking. Maar natuurlijk is niet iedereen erin geïnteresseerd. Alleen mensen die eventueel belang bij hebben gaan respectieve wetten zoeken die voor hun van toepassing zijn. Dit is Kalaan Jorkel. Wat een andere informatie voor u. Ik zei u al ten aanzien van COVID-19. Is dat president Santokki vanavond de natie zal toespreken. Het is verwachtbaar dat er verscherpte maatregelen zullen komen. De situatie is weliswaar nog onder controle, maar er moet aanscherping plaatsvinden als we zien dat het aantal gevallen toeneemt. Dan begrijpen we dat er maatregelen getroffen gaan moeten worden. Welke maatregelen er komen, dat gaat hij zelf aankondigen vandaag. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat mogelijk winkels dicht gaan moeten gaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat waar de brandhaarden zijn, welke geïdentificeerd zijn, want ze hebben dat in kaart, dat er daar scherpe controle gaan komen. Het oosten van ons land, dat is een desaster. In vele gevallen komen van het oosten van ons land. En dat gaat men, daar gaat men echte scherpe maatregelen voor moeten brengen. Men gaat hoogwaarschijnlijk ook over moeten gaan tot roadblocks. Het uitsluiten van bepaalde wegen. Men gaat de controle moeten opvoeren op mensen die avondklok overtreden. Want als je soms kijkt, er is nog een avondklok en dat is van 10 tot 5. Maar als je soms kijkt dat er mensen nog gewoon op straat rijden, lijkt het alsof de mensen niet geïnteresseerd zijn in die maatregelen die is afgekondigd. En aan de andere kant is er ook een handhavingsprobleem. Dus er gaat aanscherping moeten komen. Belangrijk is voor COVID-19 wat een overheid ook mag bekendmaken om te doen. Het ligt aan die burgerij. Maar doordat we in ons land verschillende culturen hebben, verschillende vormen van mentaliteiten hebben, is het ook belangrijk dat die overheid die informatie brengt naar de burgerij in de talen die de burger goed verstaat. Dus als je de mensen in het oosten wil bereiken, moet je die informatie bij hun brengen in de taal die zij daar verstaan. Maar als we gaan komen met Nederlands, wat we over het algemeen verstaan, en maar sommige mensen het niet helemaal machtig zijn, dan moet je niet met de Nederlandse taal naar die mensen gaan. Je moet gaan in de taal die mensen begrijpen. Je gaat het ook moeten doen via die dorpsgemeente. Je gaat het moeten doen via die dorpshoofden. Je gaat het moeten doen via die gramangs. Je gaat het op heel microniveau moeten toepassen dat mensen het begrijpen. Vooral het oosten, want vandaar komen vele gevallen naar binnen. We weten dat in Frans-Guyana intussen het helemaal uit de hand is gelopen. Dus het is ook lastig, en dat heb ik steeds gezegd, om zo'n grote grens te gaan bewaken. Het is alleen als mensen het begrijpen dat ze deze virus kunnen overbrengen naar hun medeburger met alle gevolgen van dien. Dus het kan alleen helpen als mensen het begrijpen. En daar gaat men de essentie op moeten zetten. En dat is op de communicatie. Niks meer anders dan op de communicatie. En voor het overige moeten we ons aan de rules en regulations houden. Handen wassen, mondbedekking, zo je mondkapje opdoen. Dat zijn die standaard dingen. Er 1,5 meter afstanden, samenscholingen, die moeten we niet hebben in grote groepen. En dat zijn dingen die wij zelf in de hand hebben. En niet die overheid. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen, meneer Pieterkant. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Ja,
mijn vraag is. Ik wil een paar items naar voren brengen. Nee, graag één. Graag één. Okay, nee, omdat één, we met andere mensen ook de gelegenheid willen geven. Iedereen praat over tegenwoordig over die verkiezingen, dit en dat. Maar mijn probleem is, het is niet ook mijn probleem. Kijk, vroeger, ik had het gewoon in Neger-Engels praten. Straatongen. Ja, kijk. Vroeger had je een Gadagari en een Goragari. Die hadden wel een patentie, toch? Is dat niet zo? Bent u wel op de hoogte daarvan? Nee, ik luister naar u. Ik luister naar u. Maar waarom een rijwiel? Waarom wordt een rijwiel niet verzekerd? Want het neemt ook deel aan het verkeer. Ik luister. En meneer Santokki had het ook eens gezegd toen hij aan de macht was. Al die bronfietsers zouden ook deelnemen om een examen te maken. Maar wat gebeurt er tegenwoordig? Die bronfietser, ze hebben te maken met niemand. Ze gaat van een zijweg naar de hoofdweg, maar ze letten niet op wat voor verkeer komt, wat dan ook, dan zijn ze aan de slag. Is dat het? Oké, maar is goed. Dank u wel. Dat hebben we begrepen. Dat is van Soenli Torbaat. En dan nu ga ik u uitleggen. Dank u wel. We willen u de ruimte geven. Kijk, het is geen programma waarbij u mee vragen moet stellen. U kunt uw algemene mening geven, zodat mensen kunnen horen. Maar zover ik een antwoord voor u heb, dan ga ik u dat ook geven. Zover ik mijn eigen mening voor heb, ga ik u dat ook geven. Maar u kunt uiteraard verschillen van mijn mening. Dat mag altijd. En ik hou ervan als mensen ook aanvullingen doen op datgene wat we niet weten. En wanneer ik praat van wij, dan praat ik ook van de duizenden mensen die luisteren en kijken. Want deze uitzending heeft ook de bedoeling dat we aan het eind moeten zeggen, hé, we hebben iets geleerd, we hebben iets gehoord dat we nog niet hebben geweten. Dat is ook de bedoeling down the road van deze uitzending. Kijk, wat die bronfietsers aangaat. Er is inderdaad een regeling waar er een soort examen moet worden afgenomen van die bronfietsers. Die regeling is er. Zover die regeling nog van toepassing is, dan moeten we nog nagaan of dat nog van toepassing is. Dat is één. Maar kijk, bronfietsers op de weg. Je zult hebben gemerkt, elke data wijst het uit, dat veel aanrijdingen ook gebeuren met bronfietsers. Ik zou niet altijd per se willen zeggen dat die bronfietsers de schuldigen zijn. Dat wil ik niet per se zeggen. Maar onze wegennet zijn gemiddeld 6 tot 7 meter. U moet goed kijken, u bent op de openbare weg. En op die 6 tot 7 meter moeten er voertuigen oprijden. Er moet dan ook nog een bronfietser op zijn of op een fiets. En nog een voetganger. Want we hebben geen voetpaden. Althans, we hebben niet overal voetpaden. Dus iemand gaat een aanrijding maken. Die voertuig, die komt er goed van af, want dat is een auto, dat is blik of whatever. Dus die slachtoffer in dit geval, zover die goed heeft gereden, gaat als eerste die bronfietser zijn. En daarna is er die voetganger. En zo gaat u zien dat die data ook loopt. Waaraan ligt het? Het kan één zijn door eigen schuld, dat kan. Maar het is ook een reden dat onze wegen net door de afgelopen jaren niet breder zijn geworden. Dus daar zit het gevaar ook in. Het gevaar zit voor de voetganger, zit voor de fietser, zit voor de bronfietser. En die automobilist, die komt er vaak genoeg beter van af. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Pierkan. Mag ik maar een zegje ook doen? Ja, gaat u gang. Ik wil het case van meneer Parmeswar. Kijk, hij is minister, hè. Hij doet dat criminele praktijken. Ja, dan nee, een auto van 50.000 Amerikaanse dollar. Ga je toch niet voor 20.000 Surinaamse geld kopen? Hè? Dan ben je echt bezig met criminaliteit. De hele vorige regering was criminaliteit. En jij bent ook bezig erin. Is dat het? De mensen hebben geen vertrouwen in jou meer. Ja? Laat het voor die anderen. Jij moet je naam goed houden, man. Oké, dat was mijn zegje.
Oké, dank u wel. Kijk, laat me, ons land is in een ban van PC's, want de president kan geen computers vinden. En we zijn nu in een ban van voertuigen. En alles gaat, de topic is voertuigen, waar zijn die voertuigen, mogen ze nou kopen, mogen ze nou niet kopen. Is het een criminele daad, is het geen criminele daad. Aan de andere kant zit die president en zegt, ik kom op kantoor en ik zie geen enkele personal computer, ik zie geen enkele PC, ik kan niet werken. Dat zijn die twee topics die de afgelopen week de leidraad zijn geweest in onze samenleving. Ten aanzien van die voertuigen. Er is een regeling gemaakt door ADIN. Houd dat vast. Houd dat vast. Een missieve door de regering Bouterse. Twee missieves waarbij er één was en er is een tweede gekomen die gewijzigd is. Er was 21-15 en dan heeft men weer één gemaakt op 10 juni 2020. En wat zegt die missieve? Die missieve is een basisgrondslag van wat men legaal mag doen. Wat men legaal mag doen. En daarin zegt men dat wanneer je minister af bent, jij die desbetreffende voertuig die jij hebt gebruikt in dienstverband mag afkopen tegen 10% van de taxatiewaarde. Dus kunt u nagaan. Dat crimineel handelen ligt niet bij de persoon zozeer die het heeft gekocht. Dat crimineel handelen is vastgelegd in die missieve. Dus die overheid heeft die criminaliteit toegestaan door het legaal te maken dat een ex-ambtsdrager het tegen zo'n bedrag mag kopen. Men mocht het kopen tegen 10% van de taxatiewaarde. Dus laten we zeggen de taxatiewaarde was 40.000 SRD. Dan mag je hem kopen tegen 10% van die waarde. En die criminele daad, dat is een criminele daad, is vastgelegd in die missieve die de crime heeft gelegaliseerd, waarvan Parmeester gebruik heeft gemaakt en sowieso alle andere ministers. Dus die crime is gelegaliseerd geworden in een missieve. En een missieve is een brief dat rechtskracht heeft en dat wettelijk is dat je een handeling mag verrichten. En die is geslagen door ADIN. Ashwin ADIN, die man die mantra, die zogenaamd alle boeken kent, maar ik weet niet of hij deze boeken heeft gelezen. Dus daarom heeft hij het zo gekocht. U bent in de uitzending. Goeiedag. Farid? Faigo? Prima. Mooi. Farid, ik ben een actie aan. Of ik ben een tijgje aan. Ik heb een aantal drachten weg. Bij Brady mooi. En ik heb of ik kan hier naar je streef. Ik heb een fietsenpad. Maar soms zijn er fietsen op de mensen in Libië naar Arriba zijn. Maar met een auto in rette op het trottoir van Apache. Dus laat me eens kijken of ik een mandaat tot op papa. Vijf kan tapen fietsen op naar Anton Drachtenweg. En abhaya sa beta ki over asiwaji bruchwagi patenti dat bede misabi mi bay dagu patenti ji mi brara tu dagu be bay dalai be pay wan dalai be fe wan patenti tu des for me mane san toki mus kong ananga ala de san dis baka ino kan kweki dagu dai liben da dagu elon kota dagu beti da ekanatak anosabisma aben. Oké, dank u wel. Dank u wel. Sorry, de meneer was eruit. Kijk, pardon, ik ben eruit. Maar ik wil graag een verzoek aan u doen. Twee verzoeken. Als u inbelt, met alle genoegen verwelkomen bij u. Probeert u één onderwerp te doen. Alstublieft. Blik het goed in. Dan ga ik u de ruimte geven. Maar probeer niet vier onderwerpen te doen. Want dan gaat u te lang praten. En dan gaat uw onderwerp ook verloren, dat is één. En ten tweede, dan krijgen andere mensen geen gelegenheid om te bellen. Dus we moeten ook andere mensen de ruimte geven. Dus blikt u één onderwerp goed in. Dank u wel, dat is één. En ten tweede, als u inbelt, heb ik het verzoek aan u, zover u uw radio of uw tv aan hebt, de volume, geluid,
om dat zachter te doen, zodat we geen echo krijgen in die uitzending dat steeds storend is voor de andere mensen die luisteren en kijken. Dank u wel. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, heer Tristan. Goedemorgen. Ik wil het hebben over de pensioenen van bepaalde landdienaren die nog niet uitbetaald zijn. Op de eerste plaats vind ik het onacceptabel. Meneer, stop. Kunt u uw radio of uw tv zacht doen, alstublieft? Ik heb al mijn tv zacht gezet. Dank u wel, dan kunt u doorgaan. Ja. Op de eerste plaats vind ik het onacceptabel dat wij in zo'n situatie beland zijn. Al jaren horen wij dat dus het pensioenfonds als zodanig niet functioneert. De pensioenen worden ingehouden, de premies, en men doet het in de ruif, staatsruif. En het wordt naar believen gebruikt. In de hele wereld zijn pensioenfondsen objecten waar er dus beleggingen mee geplaatst wordt. En dat men dan uit de revenuen ruimschoots de pensioenen kan betalen. Erg vreemd vond ik het toen ik gisteren, ik noemde de naam van de bank, de Republiekbank belde. En mij men in strijd met voorgaande keren mijn naam vroeg. Wat is uw naam? Ik zeg wat ik wil weten. Zijn de landspensioenen gestort? Pardon. En men heeft toen gezegd dat het pensioenfonds nog niet heeft overgemaakt. Ik wil de regering Santokki, die ik een warm hart toedraag, waarschuwen om deze zaak recht te trekken. Laat het pensioenfonds onafhankelijk blijven. En ik geef CLO en de pensioenbond, geef ik dus het advies om te eisen dat het pensioenfonds onafhankelijk wordt. Sorry voor mijn stem, bedankt. Is goed, dank u wel. We hadden dat ook eerder begrepen. Althans, ik heb het gisteren begrepen van één persoon, ik zou niet zeggen van meerdere mensen, dat men naar een bank belde en inderdaad was de pensioen op één bank tenminste nog niet gestort. Het kan zijn dat die bank inderdaad het nog niet heeft ontvangen. Hè. Dat kan ook inderdaad zo zijn. Want als de bank de gelden niet krijgt, kan die bank ook niet uitbetalen. Dus men moet kijken waar het is vastgelopen in die trechter. Inderdaad, overal ter wereld zijn de organisaties met meeste geld zijn de verzekeringsmaatschappijen. Er is één overal ter wereld en pensioenfondsen. En wat doen deze maatschappijen? Dat is slim. Het is niet dom, het is slim. Als je veel geld hebt, moet je kijken waar je hem kan gaan beleggen om met die beleggingen beter voordeel uit te halen. Dat is een normaal ding dat men doet. Dus dat is geen abnormale zaak. Dat bij een bank mogelijk de pensioenen nog niet zijn betaald, moet men werkelijk gaan kijken waar is er vastgelopen in die trechter. Want dat ding heeft een loopstructuursysteem. Daar moet men naar gaan kijken. U bent in de uitzending, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Pirkan, van harte goedemorgen. Goedemorgen. Verstaat u mij? Ja, ik versta u wel. Gaat u gaan. Is het duidelijk? Jawel, gaat u gaan. Oké. Nogmaals goedemorgen, meneer Pirkan. God zegen aan u en de uwen. En God zegen aan de hele wereld. Ook aan u. Iedereen. Ook aan u. Ik wil kort mijn mening ventileren, namelijk, het gaat over de voertuigen. Ik vraag me af, dat ik kort er helemaal niet weet van hoor, meneer Farid. Kort er helemaal niet weet van. De minister, de vorige regering, gingen ze met hun privéauto's aan het werk? Of waren ze dienstauto's? Waren ze gekochte auto's? Waren de auto's gekocht met belastinggeld? Of gingen de mensen met hun privéauto aan het werk? Dan vraag ik me af, die auto's zijn nou nergens te vinden. Dan vraag ik me af van, waar zijn die auto's naartoe? Dan zeg ik, wel, mijn mening is dit. Laat de mensen gewoon FBI aan, gewoon
in de zaak nemen en een zaak van maken. En kijken waar die auto naartoe zijn gegaan. Want het kan niet zijn dat dingen zijn speld op een autopet, toch? We praten over voertuigen, auto's. Toch? Punt 2, zeg ik dit, van verschillende instanties zijn er apparaten meegenomen. Maak toch een politiezaak van en kijk waar die apparaten naartoe zijn gegaan. Ze hebben geen voeten, ze hebben geen handen, maar zijn verdwenen. Dus zijn kwalijke zaken. En dat zit me helemaal dwars. Het komt de samenleving helemaal niet goed. Ik vind het is niet op zijn plaats, meneer Piergaan. En ik heb het aangehaald. De assembleelieden, maar dit is vrijblijvend, ik zeg het weer. Maar dit moet vrijblijvend zijn. Assembleelieden zoals de minister, zouden ze van hun salaris, wat ze verdienen, niet om 25% kunnen inleveren. Is niet veel gevraagd, maar dit is gewoon vrijblijvend. En zo wordt het zo een beetje. Oké. Okay. Ik zeg, laat me de zaakje naar voren brengen. Prima. En nog iets, nog een seconde van u. Ja. De samenleving heeft geen percelen nodig of huizen nodig. Ze hebben een goede salaris nodig, een goede loon. Kunnen ze eigen erf kopen, een eigen huisje bouwen. Dat is het zo een beetje. Oké. Okay. Toch? Alsjeblieft. Prima. Dank u wel. Kijk, ten aanzien van die voertuigen. Ik heb het in vorige uitzending al behandeld. Laat me u het nog een keer uitleggen van wat ik weet. Oké? Van wat ik weet. Wanneer je ambtsdrager wordt, wanneer je minister wordt. En hou dit vast, want ik ben het ook geweest. Oké? Dan geeft de staat jou, de staat dus jij, want jij bent die staat, hè, is jouw geld, hè. Geef de minister in functie een dienstvoertuig ter beschikking, zodat hij zijn werkzaamheden kan doen. Kan doen, zover hij. Ze komen niet met hun eigen auto's. Ik ben wel met mijn eigen auto gegaan. Oké. Maar over het algemeen, laat me niet over mezelf praten. Oké. Dus wanneer je dan je werkzaamheden verricht, zorg die overheid ervoor, dus jij, want jij bent die overheid, hè? Jij. Ja, u bent het, want het is jouw geld, dat heb ik altijd gezegd. Jij zorgt ervoor dat die ambtsdrager, de minister in kwestie, maakt niet uit in welke tijdspan, een salaris krijgt, de nodige voorzieningen krijgt om zijn werkzaamheden goed te doen. Daarvoor zorgt u in de tussenkomst van de Nationale Assemblee, die het in wetgeving vaststelt, en dan de regering die het in uitvoering brengt. Daarvoor zorgt u. Je voertuig is een onderdeel van het pakket die een minister krijgt bij de uitvoering van dienstwerkzaamheden. Is een onderdeel van het pakket, maar het valt nu op omdat voertuigen niet te vinden zijn. En er is een afkoopregeling. En wat ik al eerder heb behandeld, nog een keer, ga ik niet meer herhalen, ten aanzien van die afkoopregeling van Adin, waarin die afkoopregeling van Adin van juni 2020 zegt, van Adin, houd dat vast, Ashwin Adin Bouterse, zegt dat als je minister af bent, jij die auto mag afkopen tegen 10% van de taxatiewaarde. 10% van de taxatiewaarde. En nota bene zeggen ze ook nog, dan mag je het binnen een jaar betalen in kavels. In 1 jaar mag je het betalen in kavels zonder rente. Dus die crime is gelegaliseerd in een stuk dat men noemt een missieve. Is een legaal stuk, is geen illegaal stuk. Dus als je nou nagaat dat de regering Bouterse bijna 60 ministers, ik weet niet meer hoeveel ik ben de tel kwijt, maak het voor het gemak 50, heeft verwisseld in 10 jaren tijd. Dat betekent dat er pakweg 50 voertuigen er doorheen zijn gejaagd. 50 voertuigen er doorheen zijn gejaagd. Omdat hij gemiddeld 50 ministers heeft verwisseld. Het nieuwe front, onder leiding van Venetiaan, hebben de ministers hun rit uitgezeten van 5 jaar. Hoogwaarschijnlijk op 1 na. Hebben ze allemaal hun rit van 5 jaren uitgezeten. Deze laatste regeling, die gewijzigd is, waarbij men 10% mag betalen van de taxatiewaarde, dat dateert uit 10 juni 2020, is recent. Er was een oude regeling die zei dat je het mag mee na 5 jaren,
tegen de afschrijfwaarde, tegen de afschrijfwaarde. Dus wat ze nu hebben gedaan, ze hebben die crime, ze hebben perfect crime van gemaakt. Een legal perfect crime van gemaakt. Oké. Dus die voertuigen zijn van de staat. Ik ben de mening toegedaan. Je bent met niks gekomen. Als je minister wordt, kom je met niks. Het enige waarvoor jij wordt ingehuurd, want je wordt ingehuurd, hè, om je werk te doen en voor datgene dat je doet, word je betaald. Je wordt betaald en je krijgt faciliteiten eromheen. Je wordt betaald. Dus je bent niet met de auto gekomen. Je moet ook dan niet met de auto weggaan. Want je bent niet met je eigen auto gekomen. Als je eigen auto hebt, dan ga je weg ermee. Dat is geen punt. Dus men moet van deze regeling af. Wil men nu weten, en waar deze regering naast zich op zoek is, waar zijn al die voertuigen? We praten over één van Parmisser, maar waar zijn al die voertuigen van beleidsadviseurs, van allerlei raadsadviseurs, van allerlei adviseurs? Het gaat niet alleen om die minister. Er zijn tientallen voertuigen die ter beschikking zijn gesteld van mensen binnen dat systeem. Waar zijn die voertuigen? Dus mijn advies aan die mensen, het is niet van jou. Geef je voertuig terug, je betrekking is afgelopen en geef het terug. Is niet van jou, want je bent met niks gekomen. Je bent met niks gekomen, geef het terug. En wil die overheid weten, want je moet slim zijn. En ik denk, man, put me na san, jong. Men los dat probleem snel op. Miano FBI, miano Scoto. Alle voertuigen, zo bijna alle voertuigen van de overheid zijn verzekerd bij Self-Reliance. Hola, wat is moeilijk om te weten waar die auto's zijn. Alle voertuigen, of zo je wilt, bijna alle voertuigen van de staat zijn verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. Vraag een print-out. Wat is zo moeilijk? Ze kunnen het snel voor je draaien, want die dingen zijn op computers. En die computers van Self-Reliance zijn gelukkig niet gestolen. Want het is een aparte onderneming. Vraag een print-out. Want je betaalt de overheid betaalt verzekeringspremie op die voertuigen. Hè? Dan heb je een hele lijst van alle overheidsvoertuigen. Niet van wat je niet kan vinden. Je hebt ze van allemaal. En dan doe je scan er tussenin. Publiceer die lijst en laat de bevolking kijken waar die voertuigen zijn. Publiceer die lijst. Publiceer die kentekenplaten. Dan ben je in of in Awagi. Laat die bevolking je helpen. De grootste bewaker van het land, van mijn land, is niet de politie. Want de politie kan niet overal zijn. Zijn niet de militairen. Zo de militairen kunnen niet overal zijn. De grootste beschermer van mijn land, van ons land, dat zijn wij zelf. Dat zijn wij zelf, u en ik. Wij zijn de beschermers. Publiceer die lijst. En vraag die bevolking, als ze deze kentekennummers onderscheppen, laat ze bellen. Zet die bevolking in. Dus sommige dingen zijn ingewikkeld, maar niet oplosbaar. Niet onoplosbaar. Bel die verzekeringsmaatschappij. Maandagmorgen. Zo moeilijk. Sommige mensen, heb ik begrepen, hebben nog auto's. Terwijl ze geen ambtsdrager meer zijn, hebben ze nog auto's van 4 jaar geleden onder hun bezit. Dus, kijk. We moeten niet ingewikkeld doen. We moeten de instituten bellen. We moeten die verzekeringsmaatschappij bellen, want die auto's zijn verzekerd. Vraag een print-out. Zet een organisatie daar tegenaan. Die kennis hebben van verzekering, auto opsporen, zet een politieman er tegenaan. En wat je niet kan vinden, ga je publiceren. En dan laat je de bevolking ervoor zorgen dat ze die auto's herkennen, identificeren en rapporteren. Dan kan je me geloven dat je binnen 1 week misschien niet 100% terug hebt, maar je vindt wel 60% of meer terug. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkal. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen.
Rashid Pirkans, Kal A. Tjorkal. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending voor zaterdag 25 juli 2020. Vanmorgen heeft er een brand plaatsgevonden aan de Javaweg. Dat is in de omgeving van Lelydorp en dat gebeurde jammer genoeg vanmorgen om 2:50 in de ochtend. Een laagbouwstenen woning vloog in brand. Er bleven 4 mensen erin. Die zijn gelukkig ongedeerd gebleven. En de brandweer is nog bezig met het onderzoek. Rashid Pirkans Kalajakal, een heel land in de ban van PC's en autovoertuigen. Wat er gaat gebeuren, dames en heren, dat je een nieuw kabinet hebt. En die is er pas een week, ietsje langer dan een week. Dat alle ministers nu een inventarisatie moeten gaan doen van hun eigen ministerie. Want ze hebben letterlijk geen dossier in handen gehad om te zeggen, hé, kijk, alsjeblieft, dit draag ik voor je over. Nee. Dus ze gaan een inventarisatie moeten doen. En gaandeweg de inventarisatie kan het zijn dat ze minder aardige zaken gaan tegenkomen. Het kan ook zijn dat alles perfect is. Dat kan ook zo zijn. Dus dat gaat even nog een poos duren voordat al die ministers met hun respectieve diensten, de loyale diensten, doorgefietst hebben door het systeem van wat hebben we nou eigenlijk overgenomen. Wat is er nog dat we kunnen zeggen van hey, we kunnen doorgaan. Dat gaat even nog een poos duren. Hoogwaarschijnlijk, als je snel bent, 30 dagen, kan het gaan duren voordat men precies weet wat heb ik overgenomen. Hoeveel stoelen, hoeveel tafels, hoeveel computers, hoeveel auto's, wat zijn de dossiers, wat zijn de contracten. Ze gaan een inventarisatie moeten doen. En dat gaat niet in 2 dagen gebeuren. Omdat je niks letterlijk positief overgedragen hebt gekregen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Meneer Pirkan, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Met meneer Hardeo Ramadien. Hardeo, hoe gaat het? Dat heb ik uit de krant gehaald. Ja, by the way, nog gefeliciteerd met de benoeming dat van je zoon. Afgelopen maandag of dinsdag heeft 44 ambtenaren op het commissariaat in Nikiri aangemeld. Nieuwe ambtenaren. Met een beschikking, welke in de krant geschreven staat, is uitgereikt door een DNA-lid van Nikiri aan hun. Oké, ik weet niet, want ik heb op 31 augustus 2436 ambtenaren bij RU achtergelaten. En ik heb die officiële informatie, zijn ze bang om mij te geven. Maar ik hoor geruchten van 350 en 400 mensen die al daar werkzaam zijn. En ik weet, als kleine ambtenaar heb ik ook een aantal jaren bij de overheid gezeten. Maar voor onderwijs, want daar leer je niks. Daar leer je alleen om les te geven. Maar, dus die kleine dingen, want die begroting moet betaald worden uit de begroting van het ministerie van regionale ontwikkeling. En je krijgt een x-bedrag voor bestaande van wegen, sluisdeuren. Die dingen zijn begrotingsartikelen. En als er ambtenaar in dienst komt daar, dan moet je het gaan bezuinigen op andere dingen. Waardoor die ambtenaar een van de man verzekerd is van zijn of haar salaris. En dat is een paar dagen terug. En eergisteravond keek ik weer naar de televisie in die kerie. En ik zag een gekozen assembleelid, de heer Gauri, in de Nanipolder daar een interview afstaan. Ze hebben een machine gehad van het commissariaat, maar ze hadden geen diesel. En meneer Gauri heeft toen gezegd, ik heb uit mijn eigen zak diesel gekocht, waardoor de kanalen die verstopt zijn, de sluizen die verstopt zijn om schoon te maken. En hij sprak iets over bijna 700 liter diesel. Een ruwe schatting leert mij het al meer dan 4000. Heeft hij uit zijn zak gegeven. En ik heb hem gisteren opgebeld, zeg meneer Gauri. IG 4000, maar ik is nog aan zijn zitten. Want je bent pas aangetreden, attack, maar ik kan dat niet doen. Burgers komen bij mij klagen. Dus
U ziet wat er in de loop der tijden gebeurt. Elke ambtenaar die in dienst neemt, betekent dat op de begroting minder geld is om projecten uit te voeren. Dat wil ik al doorgeven, dus daar moeten we heel voorzichtig zijn. En ik ga u eerlijk zeggen, ik verzoek de overheid, en het is mijn verzoek, ik wil geen salariscorrectie hebben, want in 1999 verdiende ik 1,8 miljoen netto per maand. Ik heb nog een salarislip gevonden verleden. Ik verdiende 1,8 miljoen per maand netto als leraar op de AMS. Met Biggie, 150%, dat betekent je gaat geld moeten drukken, want de overheid geeft geld om de ambtenaren te betalen. En als je nog meer geld in omloop brengt, eerste klasje van de middelbare school, bij Heertje leer je, geld drukken zonder productie betekent inflatie, ontwaarding van jouw geld. Dat is eerste klas leer je op de middelbare school. En dat weten alle mensen. Heertje is pas in Nederland overleden. Ik heb veel van hem gelezen. Ik heb ook een paar boeken van Heertje moeten verwerken. Dus met die kennis die wij hebben, moeten we ervoor zorgen dat we niet zomaar geld gaan drukken en mensen betalen. Maar als je een heleboel ambtenaren in dienst neemt, dan ben ik bang dat men weer geld gaat drukken. Meneer Pierkans, dat was mijn kleine bijdrage. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkal. Kijk, wat hij je heeft uitgelegd, zover u het misschien niet begrijpt, ieder ministerie heeft een begroting. En binnen die begroting zijn er posten opgenomen. Posten. Lonen, kantoorbenodigdheden, sanitaire zaken en dan werken uitvoeren, dit uitvoeren. Zijn posten opgenomen. En dan krijg je dan dat bedrag daar beneden. Maar wanneer je op een gegeven moment ziet dat lonen is 50.000, maar je neemt plotseling meer ambtenaren in dienst, meer mensen, en de post van 50.000 is niet verhoogd en er komt geen geld bij, dan moet je toch die mensen betalen. Dan wat ga je krijgen op een gegeven moment? Dan ga je bij wijze van spreken krijgen kanalen die schoongemaakt moesten worden. Dan ga je dat geld van die kanalen die schoongemaakt moesten worden doorschuiven naar boven om die ambtenaar te betalen. Wat gebeurt er uiteindelijk? Die kanaal wordt niet schoongemaakt omdat daarvoor die post geen geld meer heeft. Dat probeer ik zo een beetje aan u uit te leggen. Hopelijk kunt u dat een klein beetje ook nog volgen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Waalaikum salam. Ik wil even een paar zaken belichten met betrekking tot die voertuigen. Ik wil even heel ver teruggaan. In die periode toen we onafhankelijk werden, hadden we president Ferrier. Als president Ferrier van zijn huis uit moest gaan naar zijn werkplek, en zijn werkplek was het kabinet, het paleis, dan wist zijn chauffeur dat de president omstreeks 8 uur uit huis wilde gaan. En dan werd die Cadillac nummer 1, want dat was een Cadillac toen, werd gestart. En dan werd gereden naar het huis van de president. De president werd opgehaald. En daarna ging de Cadillac weer netjes in de garage. Dat is een aantal jaren zo gebleven. We moeten gaan onderzoeken waar het probleem is begonnen. Dat alle topambtenaren een voertuig hebben gehad. En dan gaan we zelf zien hoeveel geld we daaraan vergooien. Ik ken gevallen ook uit de werkkring waar ik werk. Dat mensen met hun dienstvoertuigen allerlei privédoeleinden uitvoeren. Terwijl je eigen voertuig thuis hebt. Dat is dus één facet. Een ander facet is, heeft het inderdaad zin waar we vandaag aan de dag, ja, bijna kan je zeggen, een geweldige luze hebben nu. Money no de, pe amoni de. Dat we zulke dure, voor 17 ministers, zulke dure auto's moeten aanschaffen. Terwijl er op de markt een heleboel goedkopere auto's zijn. Ook, laten we zeggen, je hoeft geen klasse A te hebben, maar je kan een klasse B wagen hebben. Die ook kan voldoen aan alle gerieven en zaken die je wil gaan doen met betrekking tot je werk.
Waarom moet ik een auto van 45.000 tot 50.000 US dollar? Andere 75.000 US dollar. Terwijl ik een auto van misschien 20.000 US dollar kan aanschaffen of kan laten aanschaffen. Wie weet, misschien nog goedkoper 10.000. En dan heb je goede auto's. En dan hoef je niet 5 jaar met zo'n auto te rijden. Dan rij je 2,5 jaar, 3 jaar met een auto. En als die auto daar aan vervanging toe is, dan wordt er een nieuwe tweedehands wordt voor je aangeschaft. Maar wat gebeurt er? Die minister zegt na 3 jaar, en ik ben het helemaal met je eens, dat die missieve een inderdaad, ja, verschrikkelijke missieve is, dat je voor 10%, ja, van de taxatiewaarde. Dan moet je een taxateur hebben die zegt van, jongen, awagi $50.000, nou, hoe 500 US dollar is het waard. Dus je kan hem voor 50 US, voor 50 gaan kopen. Waar zijn we mee bezig? If money not there, dan zijn hem gewoon bij wagi voor om een dusudala. Voor 17 minister. By the way, die auto's zijn niet gekocht hoor, voor de record. Anders gaan mensen geloven dat die auto's zijn gekocht. Voorlopig zijn het gehuurde auto's, omdat een meneer en minister aantreedt, de Veiligheidsdienst, de DNV, die auto's aanlevert. In de eerste fase. Dus deze auto's die je nu ziet, zijn aangeleverd door DNV en zijn gehuurde auto's. Dat gaat door. Ja, maar ook in dat geval? Nee, omdat wanneer een minister plaatsvindt. Je gaat een aantal maanden. Ga je gebruik maken van gehuurde auto's. Belangrijk in deze is, wanneer een minister aantreedt, hij een voertuig en DNV zorgt daarvoor. Wat de regering de komende weken gaat doen, dat moet je even afwachten. Toch? Want het kan zijn dat ze die gehuurde auto's afzeggen. Laten we dat dan even afwachten. Want wanneer je minister wordt, ik ben het ook geweest. Ja. Ik weet hoe het werkt. Daarom vertel ik het je. Ik weet dat je, maar jij hebt nooit gebruik gemaakt van die wagens, toch? Je bent met je eigen auto naar het werk gegaan, toch? ja, dat okay. Is het verschil tussen die minister van toen, van Buitenlandse Zaken. Ja? Maar goed, laat me even weg. Maar over het algemeen zorgt de DNV wel ervoor. In de eerste fase, in de eerste aanleg. Hè? Laten we hopen. Ja. Dat we in niet te dure auto's gaan rijden. En dat we toch, ja, het volk kunnen laten zien, ja, dat we naar die ontwikkeling werken en dat we dat niet pinaren. Ja. Oké. Okay. Ja. Fijne dag. Begrepen, dankjewel. En? Ops, oké, die jongens hebben hem weggehaald. Kijk, dienstvoertuigen, we willen altijd, kijk, wat we vroeger fout hebben gedaan, of wat misschien voor vroeger goed was, en nu wij vinden dat het fout is, moeten we het foutieve niet continueren. Oké? Okay? Want wat tijdens meneer gouverneur Verrier goed was voor die tijd, prima. We vinden nu, dat systeem is niet meer goed, en daar praten we nu over. Moeten we al dat fouten waarvan het publiek zegt dat was fout, moeten we niet weer nog een keer fout gaan doen. Oké? Okay? Zo hoeft het niet te gebeuren. Ik heb simpele modellen. Heel simpele modellen. Maar men moet gewoon niet voor luisteren en dan is het gewoon oplosbaar. Want wat is er? Waarom men ook de afgelopen jaren terreinauto's is gaan aanschaffen, ik weet niet om wat voor reden, maar ik ga er gevoelig van uit, dat de ministers ook ver buiten, district, buiten hun werkgebied moeten. En die gebieden die ze vaak moeten bezoeken, ja, die zijn zandwegen, die zijn wegen die ook niet altijd goed begaanbaar zijn, dat is één. En ten tweede, we weten ook dat de afgelopen 20, 25 jaar bijna 6 maanden van de tijd of 4 maanden van ons jaar de wegen onder water zijn. Dus vandaar dat mensen ook vaak hoge terreinauto's aanschaffen. Ik heb ook een hoge auto. Een hoe noem je zoiets? SUV of zo. Heb ik ook. Niet dat ik het wilde. Nee, ik wilde ook graag een kleine platte auto hebben. Maar als ik weet dat 4 maanden van het jaar de wegen onder water zijn, gaat mijn auto niet erdoor kunnen. En vooral waar ik woon, daarvoor heb je niet eens een auto nodig. Bij mij heb je een boot nodig om erdoor te komen. Dus door de noodzaak van tijd zijn mensen ook hogere auto's gaan kopen. Omdat ze weten, a platawagin op zijn nawatra.
zover ze het kunnen betalen, hoor. Hou dat vast, want niet iedereen kan dat ook betalen. U bent eruit, zijn een goede dag. Goedendag, meneer Viergaan. Goedendag. Kan ik wat naar voren brengen? Omtrent gaat u gaan. Omtrent de radio, Paramaribo Rapa Network en de familie Viergaan. Als u toestemming geeft, kan ik doorpraten. Ja, maar u gaat over mijn familie praten? Ja. Nee, maar dat... Ik zeg alleen... Radio Paramaribo, Rapar... Rapar, van waar is hij begonnen? En die opa, Pirkan, die was de eerste Hindustanse uitzending naar de Paramaribo, Rapar. Als je goed vindt, kan ik doorpraten. Ja, maar ik een beetje over mijn eigen familie praten, dat is niet aangenaam. Maar, maar houdt u het kort. Ja. Hou het kort. Ik wou er niet van om over onszelf te praten. Ik zeg alleen, u bent de derde generatie die daarbij Rapa praat. Correct. Dat is correct. Ja, correct? Ja. Ja. Zo, en daarna heb ik een verzoek van meneer Pirkan, Weilen, meneer Pirkan, die had een band, Noor Band. Maar waarom draaien die mensen hun liederen niet? Dat is mijn vraag. Oké, is goed. Dank u wel. Ja, oké. Deze meneer kent hoogwaarschijnlijk de historische feiten. Mijn grootvader, dus mijn vaders vader, dat was Noor Pirkan. Hij had een band, hè. En het heette Noor Band. Je moet die Noor Band van toen vergelijken in wat South-Southwest is en wat Casimax is. Zo moet je het vergelijken, want dat waren die bands van toen, hè. Maar in hun eigen tijd. En inderdaad, oké, er zijn wat platen. Mijn grootvader had daarvan wat platen uitgegeven. Hoogwaarschijnlijk moeten we die omroepers zeggen om het van tijd tot tijd nog een keer te draaien. En dat is de wens van deze meneer. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ops, hallo. Ja, goedemorgen. Ik wil even wat aanhalen. Ten aanzien van die auto, dat is even tussendoor, mijn vraag is nog niet. Ze kunnen ook bij de politie zijn, waar de wagens worden geregistreerd, want ze moeten allemaal een nummerbewijs hebben. Dus bij de politie kan dat ook gecontroleerd worden waar die wagens zijn. Dat is nummer 1. Maar wat ik wilde voorstellen, meneer Pirkan, ik wilde voorstellen aan deze regering, als het mogelijk is om bepaalde presidentiële besluiten in te trekken, bijvoorbeeld ten aanzien van die auto's en die pensioenen van die ministers. Want ik, misschien overleef ik het niet, maar ik denk dat mijn kleinkinderen straks alleen maar ex-ministers gaan tegenkomen met hoge salarissen. Want bij deze regering heb je 60 gehad en straks gaan we weer met 17 en misschien na 2050, dat zit je met zoveel. Ik zou voorstellen dat pensioenregeling wordt getroffen voor 2 functionarissen van de regering, bijvoorbeeld de VP en de president. Die mogen dan aanspraak maken op een, laten we zeggen, misschien 5 jaar pensioen. Maar alle ministers en alle andere regeringsfunctionarissen, wanneer ze hun diensttijd af hebben, dat ze niet komen in een speciale regeling van pensioen. Want als ambtenaren krijgen de meeste van hun al pensioen. En als ze straks weer met een pensioen komen zitten van ministerschap. Deze regering moet dan proberen om het volk te beschermen tegen zulke dingen. Want deze dingen zijn eigenlijk diefstal aan belastingbetalers van kleine mannen. Kleine mannen. En van de pensioenen van de DNA-leden. Zij
wij mogen niet eens pensioen krijgen van de DNA-schap. Ze hebben zoveel genoten. Want je hebt kleine mannen die zijn benoemd, die misschien 2000 gulden verdienen per maand en die straks met een pensioen gaan van 15.000 en dergelijke dingen. Deze regering moet de modus zoeken om te stoppen met dit ding aan haalt aan te roepen, meneer president. Dat is mijn enige wens. Laat ze kijken hoe ze dat kunnen regelen. En verder kunnen ze wel begrijpen wat ik bedoel. Misschien heb ik het niet helemaal haar fijn uitgelegd, maar dat is wel begrepen. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben helemaal eens met wat die meneer zegt. Ik ondersteun datgene wat u zegt. Wanneer we in andere tijdsgeest willen leven en we willen er een prachtig land van maken, moet iedereen gelukkig zijn. En inderdaad moeten al deze zaken zijn aan een snelle, goede heroriëntatie toe. Ook van de DNA. Ook van die DNA. Wat ze in de DNA nog hebben aangenomen. En ze hebben allemaal aangenomen, coalitie, oppositie, is dat wanneer je geen DNA-lid meer bent, je een beroep kan doen om beleidsadviseur te worden. Serieus, we moeten alles, echt waar, we moeten alles onder een vergrootglas zetten, willen we een rechtvaardige maatschappij creëren. Wat we willen creëren is een rechtvaardige maatschappij. Maar wat we ook willen creëren, dat wie zijn best doet, vooruit moet gaan. Want alleen door onderlinge competitie, door onderlinge creativiteit van de mens en de burger, van het bedrijfsleven, ga je alleen maar vooruit. Dus die meneer heeft gelijk, die dingen zijn uit de tijd. Zijn totaal uit de tijd. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierre met Lalta. Ja, meneer. Ik had eigenlijk één mededeling om door te geven. Ik had een meneer gebeld eigenlijk over Republiek Bank, over pensioendingen. Ik heb eergisteren, ik ben ook van de Republiek Bank, maar ik heb eergisteren mijn pensioen wel kunnen halen bij de Republiek Bank. Dus okay. Ik weet hoe het eigenlijk met hem zit. Ja. Maar eergisteren heb ik mijn eigen pensioen wel kunnen krijgen uit dingen uit de pinmachine. Oké. Gelukkig. En die andere manier die gezegd heeft dat de ambtenaren goed betaald moeten worden, dat ze daarmee een perceel moeten kunnen kopen en een huis daarop kunnen zetten. Ik vraag me eigenlijk af, ik ben ook ambtenaar geweest. Hoeveel presteer je om goed betaald te worden? Ja. Wij allemaal weten hoeveel de ambtenaren presteren en wat hun prestatie is en wat er tegenover eigenlijk staat om die mensen te betalen. Dat is eigenlijk even sideline iets. Maar waarvoor ik belde eigenlijk, is eigenlijk dat we eigenlijk het land in productie moeten brengen. We hebben een braak dinges liggen bij SML. Wat eigenlijk SML eigenlijk produceert 100.000 hectare. Daarvan is een deel uitgegeven. Dat grootste deel is eigenlijk, blijft eigenlijk gewoon braak liggen. Ik zou willen voorstellen, of in de overweging te willen geven, dat de rest eigenlijk aan iemand gegeven wordt, eigenlijk zoals meneer Mangli, die het wel het kan doen, met eigen middelen, dat eigenlijk dat hij daar gaat kunnen produceren. Dus het hele land eigenlijk dat eigenlijk braak ligt, dat hij daar eigenlijk produceert. We moeten eigenlijk dingen doen waar we eigenlijk dingen kennis van zaken hebben. En we hebben expertise eigenlijk in huis. Dus meneer Mangli heeft andere ook dingen, grote reismagnaten, die het wel kunnen krijgen. Maar meneer Mangli kan het wel, laten we zeggen, ineen doen. Hij kan dat eigenlijk doen. En wij moeten eigenlijk niet gaan experimenteren. We moeten experimenteren, maar we hebben kennis in de reissector. We hebben kennis in palmindustrie. Dus dat moeten we eigenlijk alvast beginnen te doen. De rest moeten wel experimenteren, maar wat wij nu hebben, we hebben geld nodig. En dan moeten we dat eigenlijk in productie brengen. Wat eigenlijk het land dat eigenlijk braak ligt, moeten we eigenlijk in productie brengen. Prima. En dat zou ik eigenlijk in overweging willen geven aan de regering. Laat men dat doen. Men moet niet aarzelen. Okay. Hoe langer je aarzelt, hoe later eigenlijk, hoe moeilijker het wordt. Oké. Dank u, meneer Beert. Dank u wel. Dit is Kal Ajor Kal, we doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Pardon. De minister van Financiën, Armand Agaibersing, die heeft gezegd dat hij geen enkele document is tegengekomen op zijn ministerie. Hoe de miljoenen zijn uitgegeven van het noodfonds. U weet dat in verband met COVID-19 via het parlement een wet was aangenomen waarbij de regering toen onder leiding van D.C. Boutersen
400 miljoen SRD ter beschikking had voor ondersteuning van COVID-19. En die ondersteuning was onder andere in COVID-pakketten. Het was onder andere in huishoudens die 1000 SRD kregen, mensen die hun baan kwijt zijn, 1500 SRD, etc. Maar wanneer je dat geld hebt uitgegeven, moet er eigenlijk documentatie ergens zijn. Waar is dat geld precies naartoe? En hij kan geen enkel document terugvinden. Wat hij wel kan vinden, is via de centrale bank, zegt hij, dat de mutaties wel te vinden zijn, want die opdrachten zijn gegeven aan de centrale bank van Suriname, door de minister van Financiën Hoofdraad, zegt aan de centrale bank, je moet zoveel betalen aan organisatie X. Dus die mutaties zijn wel te vinden. Wat niet te vinden is voorlopig, dat zijn die facturen. Want wanneer je iemand iets betaalt, dan moet je daarvoor, of bestelt, moet je daarvoor een factuur er tegenover hebben. Dus wat hij niet kan vinden, dat zijn ook die facturen. Want als je die facturen hebt, dan kan je controleren als die facturen correct zijn. Of ze niet overgefactureerd zijn, of al dan niet ondergefactureerd zijn. Want dat kan ook. Ik ga je dat trekje van die onderfacturen een andere keer uitleggen. Nog? Dus er is geen documentatie. Maar hij zegt wat over is 110 miljoen in noodfonds voor bestrijding van COVID-19. Bestrijding van COVID-19 gaat over voorzieningen die getroffen moeten worden ter veiligheid van de burger. Die ook onder andere besmet worden geraakt. Mensen die in quarantaine worden gezet. Al deze kosten moeten betaald worden. En hij zegt die 110 miljoen die over is, dat heeft geen rek voor wat ons te wachten staat voor de bestrijding daarvan. Dus hij spreekt daarom ook de wens uit dat wanneer het vervalt op 9 augustus, want het is voor een maand verlengd, snel, dat er een aangepaste wetgeving voorkomt, dat er ergens meer fondsen komen. Maar de vraag is van waar moeten die fondsen komen als er geen geld is? Want dat is weer een ander probleem. Dus belangrijk in deze is dat er geen documenten te vinden zijn. En wat ik u eerder heb gezegd, alle ministeries op hun eigen niveau zijn nu bezig te inventariseren. Wat heb ik eigenlijk? Ik ben minister geworden, maar wat heb ik eigenlijk gehad? Want ik heb een tafel en een stoel, geweldig. Ik heb een auto, geweldig. Maar hoe draai ik die toko? Om die toko te draaien, moet ik eerst weten, wat heb ik? Wat heb ik? Dus daarvoor zijn ze nog even een poos mee bezig, hoor. En dan gaan ze goede dingen tegenkomen, maar waarschijnlijk gaan ze ook minder aardige zaken tegenkomen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer de Vierkan. Ik wil, als je met u toestemt, een paar zaken naar voren brengen. Nee, graag één. Daardoor krijgen mensen ook de gelegenheid, andere bellers, hè? Jawel, ik hou het wel kort. Prima. Ja, u heeft zo net aangehaald over de dienstauto's, ja? En wat ik heb daar gevolgd van, het is echt een criminele daad, meneer Piergaan. Het is meer dan dat, want dit maak ik voor het eerst in mijn leven mee. Ik ben een 65-plusser. Ik had nooit zoiets van een regering gehoord, ja? Dat de regering overdragen, ja, aan een nieuwe regering. Ja, dat de dienstvoertuigen en de spullen, ja, worden verkocht. Ja, want er lijkt dat we liever meer dan in Dubai. Ja, en wegmuffelen van dingen van de dienstvoertuigen en de kantoorbenodigheden, meneer Piergaan. Ik vind dat de minister of de directeur van een desbetreffende departement moet iets ervan afweten. Want ik ben er zeker van, want het personeel kan niet zomaar de spullen pakken en ermee weggaan. Ja? Dus hele, en de stafleden moeten ook ervan afweten. Dus vind ik, de huidige regering moet de zaak krachtig gaan aanpakken. Want nu moet de regering, ja, zijn spierballen gaan tonen. Want dat kan, dit kunnen niet gaan, want dat zijn de zuurverdiende dollars van het land. Ja? En ja. Er ook een voorstel doen dat de huidige regering een wet maakt, ja, om dit geval in de toekomst te voorkomen. Dat is één. Ten tweede, over de COVID-geval. Nee, even, laatste onderwerp, hè? Want we willen andere mensen ook de gelegenheid geven. Goed.
Het COVID-geval, ik vind het erg dat zoveel gestegen is. Ik vind het maar de pier gaan dat het deels ook gelegen is aan het volk. Want ze zijn koppig en ze willen die regels niet naleven. En als je me toestemming geeft, nee. Volledig kreeg ik de gelegenheid niet over de Carolina-brug. Nee, maar meneer, kijk, laten we ook, houdt u ook aan de regels van mij. Jawel, want u praat dat iedereen over de Carolina-brug. Nee, dank u wel. Andere keer. Ja, wat ik weet. Dank u wel. Want u hebt net gezegd, we moeten ons aan de regels houden. Iedereen, houdt u zich ook een klein beetje aan de regels van mijn uitzending. Maar als we 2, 3... We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven. Wat ik u verzoek, nogmaals. Doet u 1 onderwerp. Blikt u het goed in. Dan krijgt u die ruimte van gemiddeld 5 minuten. 6 minuutjes misschien. En dan kunt u het verhaal goed vertellen. Maar als u 2, 3 onderwerpen gaat doen, dan gaat u zien dat u half en niks hebt gezegd en niemand u heeft kunnen volgen. 1 onderwerp, blik het in en breng het naar voren. Is alleen maar een goed advies. U bent in de uitzending. Goeiedag. Goeiedag, meneer Piergaan. Goedemorgen. Meneer Piergaan, ik vraag me op een gegeven moment af, hoe lang zit de huidige regering al om alle problemen dat gecreëerd is in 10 jaren tijd niet gewoon gecreëerd, waarin wij gedompeld zijn geworden, dat iedereen gelijke oplossing wil zien. Ik denk dat we eerlijk tegenover elkaar moeten zijn. We gaan door een tunnel moeten gaan, een donkere tunnel. En keihard vragen van deze regering dat er regelgeving komt, waardoor dingen die gebeurd zijn niet meer gebeuren. En aangaande de minister van Financiën, die vermoedelijk de plaat gepoetst heeft, ik hoop dat hem gelukt is. Want als hij valt in handen van zijn soortgenoten die hem beschermen moeten, dan ben ik bang. Dank u wel. Dit is Kul Ajor Kul. Deze regering zit formeel qua werkdagen 5 werkdagen aan. 5 werkdagen. We weten dat we allemaal haast hebben. Maar u kunt onmogelijk wonderen verwachten wanneer een voorgaande regering 10 jaar heeft aangezeten. Is onmogelijk. Want u zou het zelf ook niet kunnen flikken. En ik hoogwaarschijnlijk ook niet. Wat er wel kan gebeuren, dat binnen een bepaalde timeline, bepaalde uitzetting van de doelen, je doelstellingen kan halen. Maar daarvoor heb je een timeline uitzetting nodig. En voor wat het laatste zei van die meneer, is dat er wettelijke regelingen moeten komen, regelgevingen en voorwaarden, om al datgene wat fout is gegaan, binnen het beleid van toen, gecorrigeerd wordt middels wetgeving, correctie binnen de overheid, als u die staat niet kent, gebeurt niet mondeling. Het gebeurt middels wetgeving en regelgeving. Het gebeurt niet van, oh die man daar is in dienst genomen. Jaga man. Het werkt niet zo. Is makkelijk gezegd in een baartje, jaag ze weg. Haal ze weg. Maar dat is populair praten. Alles dat je positief wil doen in het ombouwen van een systeem naar een modern systeem, gebeurt weer eens regelgeving. Dus al deze zaken die gecorrigeerd moeten worden, dat gaat tijd nemen om het vast te leggen in goede wettelijke voorzieningen en regelgevingen, zodat het een andere regering niet overkomt. Het gaat niet met de mond. Oh. Jagamang, want de Mateka Matra is de Jagamang. Nee, Rokoso, als u me begrijpt. En deze regering heeft 5 werkdagen achter de rug. Ik heb geteld van maandag tot en met vrijdag. Maar ze moeten 16 uur per dag werken. Want dat heeft die president ze gezegd. 16 uur per dag. U bent in de uitzending.
Goedemorgen. Hele goedemorgen. Salaam alaikum, meneer Farid Pirkan. Waalaikum salam. Ja. Mag humor in uw programma gebruikt worden? Zolang we erom kunnen lachen. Nee, ja, ja. Het gaat om lachen, maar het is zo'n beetje ook een beetje pijnlijk met shampoo en spiritueel. Ik wil alleen zeggen, ze hebben gezworen op dat moment dat als president. En binnen enkele tellen zie je dat ze giften aannemen. En dat was het. Oké, okay, dank u. Oké, okay, ik heb u begrepen. Kijk, giften mag zolang het geregistreerd wordt binnen de staat. Wanneer iemand met de overheid een computer schenkt, en dat is een gift, dat noemen we een donatie, dan is dat niet op persoonlijke titel. Dus wanneer onze president computers heeft ontvangen van bedrijven of van donoren of van derden, is het niet omdat hij het thuis mag brengen, is niet van hem. Het wordt geregistreerd ten behoeve van de staat. Dus zo moet u die gift vertalen. Het is niet op persoonlijke titel. Want Chandrika Prasad Santokhi is 24 uur president van dit land. 24 uur. Elke handeling die hij verricht is in functie. Er is geen afscheiding meer. De enige afscheiding is dat je niet in zijn huiselijke privé aangelegenheden moet gaan bemoeien. Zijn huiselijke privé aangelegenheden. Maar alles dat hij verricht in werkzaamheden is in functie, die minister ook. Een minister is 24 uur minister. Elke handeling is de minister verantwoordelijk. Dus wanneer u praat over die giften, want ik weet waar u naartoe wil, en u bent verkeerd er naartoe gegaan, dan heeft hij het in ontvangst genomen namens de staat Suriname. Want hij staat daar niet als Chandrika Prasad Santokhi, die boy van Lelydorp. No. Die man staat daar als president van Suriname. Dus hij ontvangt het voor de staat Suriname. En dan mag die gift wel geaccepteerd worden. Dan mag het wel geaccepteerd, want hij wordt geregistreerd. I have given a present to the president of Suriname for the people of Suriname. For the people of Suriname. Zo moet u dat vertalen. Oké? Okay? Dus laten we niet op de verkeerde humoristische spoor gaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Dit is Rashid Pirkans, Kala Jorkal. Er gaat veel moeten gebeuren, we moeten niet veel geduld hebben. Maar ik kan u wel zeggen, we hebben een beetje makkelijk praten. Altijd misschien ik ook. We hebben het allemaal moeilijk. Bijna alle bedrijven in mijn land, inclusief van onszelf hoor. Want ik moet lachen, want ik kan niet voor je hier huilen. Ja, dat heeft geen zin, want daar heb je ook geen boodschap aan. En het boeit je ook niet. En het interesseert je hoogwaarschijnlijk ook niet. Maar bijna alle bedrijven die legaal werken, hou vast hè. Legaal werken, rechtvaardig werken, zijn met 60-70% gedaald in hun turnover, in hun omzet. En dan nog meenemende dat de lasten hetzelfde zijn gebleven. En wat zijn die lasten? Dat zijn je bedrijfslasten. Dan mag je in gaan bouwen wat je bedrijfslasten zijn. Dat zijn bedrijven die rechtvaardig iedere morgen werken. Dan heb ik het niet over bedrijven die binnen die staat van de vorige regering gemanipuleerd hebben zodanig om geld te verdienen zonder dat ze in een fair competition zijn gegaan. In een eerlijke competitie zijn gegaan. Die bedrijven tel ik niet. Dat zijn, maar laat me dat in het midden. Maar ik ga er nog op terugkomen. Ik ben ook buiten. Okay. Maar alle bedrijven. En vandaar dat je gaat zien dat de bedrijvigheid van ons land is afgenomen om twee redenen. Eén, de economische malaise die er al was voor COVID-19, want COVID is aangebroken in mijn land in maart van dit jaar. Maar we hadden al een drop-down in het bedrijfsleven door het slecht beleid. En on top of that is COVID-19 bijgekomen. Dus Santokhi heeft nog een koppijn bijgehaald. Gehad, zo je wilt. En dat is kunst en vliegwerk dat hij gaat moeten presteren met mensen die kunnen denken, mensen die creatief kunnen zijn en mensen die kunnen zeggen van dit kan gaan werken voor het land. Want COVID-19 hadden we daarvoor niet. Die winkels waren toch niet dicht? Je moest iemand om aan bedekking lopen, toch?
Niemand zei je voor maart nog 1,5 meter. Niemand zei je voor maart nog je mag niet meer knuffelen. Alles is veranderd. Maar we moeten toch doorgaan. En dan gaat dat gebeuren in stappen. En met creativiteit moet dat gebeuren dat het bedrijfsleven door moet. Want als het bedrijfsleven niet door kan, gaan mensen geen werk hebben. Als mensen geen werk hebben, kunnen ze geen brood op tafel brengen. Dan mag je schreeuwen hoeveel je wil. Dan mogen we praten hoeveel we willen. Maar bij of dan maar een maand in een pot brood met boter, minimaal brood met boter, dan is er een probleem. Dus hij heeft twee grote problemen. Economisch-financieel probleem, money no de, en we hebben nog een COVID-probleem. U bent in de uitzending, goedemorgen. Dag meneer Pierkan. Goedemorgen. Ik wil opbouwend bezig zijn. Gaat u gaan. Zijn excellenties, Santokki en Brunswijk, gaan gaan moeilijke tijden tegemoet. Dat weten we ondertussen. Daarom zou het goed zijn als iedereen nu mee zal werken. Maakt nou niet uit wat voor politieke kleur er is. Dat zou geen rol moeten spelen. Iedereen zou zijn klein steentje, een steentje hoe klein ook, kunnen bijdragen. Al doen we het niet voor onszelf nu, maar voor onze kinderen, kleinkinderen enzovoort. En wat ik ook nog wil doorgeven is zaken die niet door de beugel kunnen. Andere mensen noemen het corruptie of zo. Dat de regering Santokki Brunswijk ze niet met de mantel der liefde moet bedekken of zand erover strooien. Ik weet dat dat niet gemakkelijk zal zijn, want er zijn heel wat zaken die boven water komen. En nog, nu al en nog gaan komen. Maar de regering, de nieuwe regering, moet dit nog onderzoeken. Zodat het eventuele herhaling te voorkomen is. En de nieuwe regering moeten we een kans geven nogmaals. Niet voor onszelf, maar voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat bid ik en hoop ik. Dank u wel. Fijne dag. Oké, dank u wel. Dit is Rashid Pierkan Skal Ajor Kal. De regering heeft een aantal taken te doen. Los van het feit dat we praten, waar zijn die auto's? Waar zijn die computers? Moet het bestuur van het land doorgaan? We kunnen niet zeggen, oké, stop met het besturen en we gaan nou even die auto's alleen zoeken. Nee, er zijn meerdere sporen tegelijk. Het bestuur van het land moet doorgaan. En ten aanzien van die auto's, daar gaf iemand me weer een tip en een beller had het ook al doorgegeven. Is dat als je wil weten waar die dienstauto's zijn, en iemand, een beller had het gezegd, ik herhaal het ook nog ter ondersteuning, dat alle auto's gekeurd worden, zijn bij KPS geregistreerd. Als ze zijn een dienstvoertuig. Ze zijn geregistreerd als ze zijn een dienstvoertuig. Ze kunnen ook via KPS achterhalen of die dienstvoertuigen overgeschreven zijn naar privé-entiteiten. Want je moet daar een overschrijvingsnummer hebben. Dus in elk geval, ik denk dat Santokki het wel weet. Ik bedoel, president Santokki, we moeten nog een beetje wennen om te zeggen president Santokki, weet je wel. Want hij komt ook uit de politiekorps, hij is commissaris geweest. Dus ik denk dat hij ook weet hoe hij dat ding moet afhandelen. Maar men geeft mensen de ruimte om te zeggen, breng dat ding zelf terug. Dat is die ruimte die hij die mensen van zijn kabinet ook heeft gegeven. Want hij kon ook tegen die mensen hebben gezegd, luister, de politie wacht hier voor de deur op jullie wanneer jullie naar buiten lopen. Want ik heb aangifte gedaan. Dat kon hij ook hebben gedaan. Maar dat betekent wanneer je dat doet, dan ga je direct ook de onschuldige mensen er doorheen nemen. En het kan ook zijn dat juist die onschuldige mensen die je er doorheen neemt, juist goede mensen zijn die willen werken. Want niet iedereen op het kabinet zijn slechte mensen. Dat kan niet. Er zijn ook goede mensen. Maar hij heeft die weg niet gekozen. Want hij kon dat ook zeggen. Good morning, I'm your new boss. My name is Chandrika Prasad Santokki. I'm the president of Suriname. En de politie wacht daar buiten op je, want ik wil weten waar voor pieces zijn. Nee. Hij heeft ze gezegd, breng dat ding terug. Maar je weet, wanneer iemand zo werkt, zegt hij, geef je voordeel van de twijfel. Ik wil met je werken. Doe goed, breng het terug. Want als je dat niet doet, dan gaat het wel naar de politie gaan. En wanneer we praten over voertuigen, zijn dit signalen
aan de mensen die die dienstvoertuigen hebben, en je mag het niet in jouw bezit hebben, want je weet het, breng het terug. Want wanneer de klachten gaan ingediend gaan worden, dan moet je niet schreeuwen, men is naar de politie gegaan. Dat zijn die nette signalen die gegeven worden, tot nu toe. Dit zijn nette signalen. U bent in de uitzending, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Fadi. Meneer Fadi, familie Archidee Fadi, voor de minister. Meneer Fadi, Oké, dank u wel. We hebben u begrepen. Kijk, ik moet dat ding van die parlementariërs even goed gaan vragen, want ik ben het vergeten. Maar ik weet dat ze wel, als je een termijn hebt gezeten, je een x-bedrag je hele leven krijgt. Dat weet ik wel. Wat nog bij is gekomen, en dat is misdadig. Toch? Dat is recentelijk bijgekomen. Hè? Recentelijk. Dat wanneer je geen parlementariër meer bent, je een beroep kan doen om beleidsadviseur te worden. Zo is Melvin Bova is beleidsadviseur geworden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Is maar een voorbeeld. En nu ben je beleidsadviseur geworden daar. Maar wie zegt dat die minister jou wil? Wie zegt dat die nieuwe minister jou wil? Alles van deze overheid, van voorzieningen, beleidsadviseurs, alles moet onder een vergrootglas. Direct onder een vergrootglas. Ik hoor het al jaren in deze uitzending. En ik ga die president zeggen. Want ik ken hem. We moeten luisteren naar die samenleving. We moeten luisteren. En het parlement ook. Want wat is er? Die president kan de regelgeving van het parlement niet wijzigen. Hè? Houd dat vast. Het zijn gescheiden machten. President Santokki kan het parlement de opdracht niet geven. Het product die jij hebt gemaakt voor jezelf, dat moet je veranderen. Hij kan dat niet doen. Hij heeft die bevoegdheid niet. Het parlement moet het zelf doen. En de vraag is, nu wil die voorzitter van het parlement dat op de agenda zetten. En dat is B, Marusius B. En wil Deo Sharman, die ondervoorzitter het is, ondersteund door die voorzitter, ook op de agenda zetten. Want het zijn gescheiden machten. Ze mogen elkaar niet overlappen. Wat Santokki wel kan doen, dat zijn de voorzieningen die binnen zijn bevoegdheden zijn. En dat zijn de voorzieningen van ministers, de voorzieningen van directeuren, beleidsadviseuren en wat voor adviseuren je ook maar. Dat kan hij gaan doen en kan hij presenteren aan het parlement en zeggen, dit is hij graag gewijzigd. Hij kan het verzoek doen. Maar hij kan van het parlement niet wijzigen. Hij mag dat niet. Hij heeft die bevoegdheid ook niet. Begrijpt u dat stukje? Dus ik probeer u ook een beetje die overheid uit te leggen. En ik hoop dat er wat mensen zijn, en dus ik weet dat er een heleboel mensen zijn, die ervaren ambtenaren zijn, die ook waarschijnlijk al met pensioen zijn en luisteren, ook aanvullen en zeggen hoe dat ding werkt. Want die ambtenaren kennen dat ding. Maak geen grappen. Ik ken het niet, ze kennen het beter dan mij. En wat die bevolking vraagt, is niks anders. Neem die mensen, laat ze werken,
Maar wees rechtvaardig in het geheel. Dat is alles wat mensen vragen. Niks meer en niks minder. Niks meer en niks minder. Zo simpel werkt dat ding. Zo simpel werkt dat ding. Dit is Rashid Pierkans, Kul Ajorkul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik heb wat punten geschreven hier. Intussen ben ik het vergeten wat ik heb geschreven. Maar goed, dat komt ook als je babbelt. En terwijl je babbelt, dan vergeet je wat je in de next step wilt zeggen. Twee problemen moet deze regering direct onder controle krijgen. Ze gaan het niet kunnen oplossen, maar wel onder controle. Eén, het financieel probleem die we hebben. En we hebben een financing probleem. Familie, we hebben een probleem. En dat is dat tegen mij. Maar dat is je probleem. Ik ben een goede regering, toch? Dat is ook wat ik kan doen. Prima, je mag dat probleem opschuiven, want daarvoor zijn ze daar. En ze hebben COVID-19, maar COVID-19 is niet hun probleem. No. Is ons allen probleem, want we allemaal ziek of we look boom. Ook die regering, want COVID-19 kent geen minister, kent geen president, kent geen directeur, kent geen parlementariër. Die kent alles. Landbouwer, buschauffeur, hosselaar, taxichauffeur. COVID-19 is grensoverschrijdend. Dus dat is nak allemaal, total los. Dat regardeert ons allemaal. Dus twee grote problemen moeten ze onder controle kunnen krijgen. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen, meneer Pierka. Waarom de alle ambtenaren 2% moeten storten voor hun pensioen? Dus elk jaar 2% krijg je. En nu maken ministers en DNA-leden alle privilege wat een ambtenaar toekomt. Maar ze doen die 2% niet. Staat er dat ze, want een ambtenaar kan werken tot 35 jaar en zodoende 70% pensioen kunnen ontvangen van hun laatste salaris. En het tweede wat ik u vragen wil, hoe staat het met de ministers in Nederland wanneer ze aftreden en wat hun vervoer betreft. Dat wilde ik vragen. Dank u wel, meneer Pieter. Oké, dank u wel. Kijkt u, wat die voorzieningen in mijn land betreft, pensioenen en zo, ik ga even werk ervan maken om het even goed te bestuderen, want ik ken het ook half-half. Maar doordat we vaker nu erover gaan praten, vooral met president Santokki op die stoel en Brunswijk op die tweede stoel als vice-president, gaan we vaker erover praten. Dus ik ga er even werk van maken om alle stukken bij elkaar te brengen. Pensioen, faciliteiten, want ik ken ze niet allemaal uit het hoofd meer. En ik ga ze allemaal listen, zodat ik het steeds bij de hand heb wanneer mensen me vragen. Want het komt steeds terug. En ik ben niet zozeer bekend met Nederland. Nederland is niet mijn land, maar ik lees wel een klein beetje. En zover ik weet in Nederland, als je geen minister meer bent, dan heb je een, dacht ik, 2 of 3 maanden heb je wachtgeld. Dat betekent, je bent het niet meer, ik geef je 2 maanden een bedrag en dan moet je ophoepelen en je moet gaan werken, je moet een werk gaan zoeken. Je moet een werk gaan zoeken, hè? Weet u dat? Ze moeten een werk gaan zoeken. Maar hier hoeven ministers geen werk te zoeken. Parlementariërs hoeven geen werk te zoeken, hun werk is al geregeld. Daarom allemaal fitie, dan mijn dede heeft erop parlementariër. Die goede nagelaten hoor. Goede nagelaten. Laat me niet over één kam scheren. U mag die goede zelf selecteren. Want u hebt uw eigen keus en u hebt uw vrije keus. Omdat, brada, die is dan 4 jaar. Ik botro. In Asukuro Komoro. Maar als jij ergens werkt, ben je een particulier. Private organization. En ik las hier roko. Ik go hossel, go zoek wel roko. Im hossels amang, we hebben altijd afgekeurd. Nederland, we willen geen baronnen hebben. We willen geen prinsen hebben. We willen geen koningen hebben. We willen geen sertogen hebben. Ik weet niet wat voor togen die mensen daar heet en whatever. Want die mannen zijn adel. Zijn zogenaamd blauw bloed. No. Maar dan mag mina Samson, Samson, Abakra, Hardoro, Samson, parlementariër, maar een adel.
Minister ta adel, ja grapje meki. Want allemaal libi botro. Met uitzondering van die goeie. Die moet u zelf selecteren. Maar ik vertel u alleen het verhaal. Het verhaal. We hebben het afgekeurd. We hebben het wel overgenomen in een andere vorm. In een andere vorm hebben we het overgenomen. Want we wilden het niet. En dat ding is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed voor die burgerij. Het straalt geen vertrouwen uit naar die burgerij. Het geeft ook geen respect naar die ambtsdrager toe. Het geeft ook geen respect naar die parlementariër toe. Want iedereen ziet je op een verkapte morgen. En al doe je eerlijk. Al doe je goed. Al werk je 24 uur per dag. Op het moment dat men het ziet, plakt men direct een etiket. You de botro. You de botro. En dat is niet goed. Want je hebt wel mensen die hard werken. Je hebt wel mensen die goed werken. Maar regelingen zijn uit de tijd. Ik vind wel mensen moeten betaald worden voor hun werkzaamheden. Mensen moeten gefaciliteerd worden voor hun werkzaamheden. Maar mensen moeten na hun werkzaamheden, moeten ze zelf een baan gaan zoeken, een job gaan zoeken. En als ze vinden, ik ga daarna geen werk vinden, dan moet je geen parlementariër worden. Je moet geen minister worden. Als je vindt, als ik minister word, als ik geen minister meer ben, moet ik een baan gaan zoeken en ik kan geen baan vinden, dan moet je het niet worden. Dan moet je ballen hebben in je leven om te zeggen, nee, ik doe het niet. Want ik heb een probleem daarna. En dat is een keuze als mens die je moet maken. Dat is een keuze als mens die je moet maken. Dus we moeten dit ding onder een vergrootglas. En ik weet, zet ook je op potting. Tjan op potting. Tjan op potting, maar de man deed ook VVD. Gide maar zuurstof. Want in mijn list, alasan. We listen. Mijn giazan ting. Maar het moet wel gebeuren. Want tijd moet niet eindeloos zijn. Moet niet eindeloos zijn. Geef ze wat zuurstof. We stellen hoge eisen aan president Santokki. We stellen hoge eisen. Zulke hoge eisen stellen we. Dat het bijna onmogelijke eisen soms zijn om het in een 5 jaar te doen. Maar we stellen wel die eisen. En daar hebt u gelijk in. Maar we moeten ook diezelfde eisen stellen aan Ronnie Brunswick als vicepresident. Diezelfde eisen moeten we aan hem stellen. Want iedereen zet die zware steen op de schouder van Tjan. Schoonhangastong, amang, mooi hangen. En dan brus, wat brus, dan nou aanstond op een skoer, want dat is een Tjan-probleem, en een mi-probleem. No. Alle twee moeten het dragen. Dus als we vinden de rechtvaardigheid, moet er in het heel kabinet zijn. Alle ministers, niet alleen die ministers van de VHP, stellen we zware eisen. Mensen stellen zware eisen alsof we profeten willen hebben. Prima, kan, we willen het, oké. Zware eisen voor de NPS-ministers, oké. Maar die ABAP-ministers, ook zware eisen. Ze moeten ook voldoen. Iedereen moet voldoen in die rit. En er is een regeling. Tot slot, we zeggen altijd, hire slow, fire fast. Wat betekent? Je bent ingehuurd. Als je niet deugt, moet ik je niet laten uitzitten. Ik moet je direct weghalen. Als je niet deugt, moet ik je rit niet laten uitzitten. Ik moet je direct weghalen. Fire slow, hire fast. Omdat dit land door moet. Ik groet u voor deze aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Ik wens u een goed weekend toe. President Santokki gaat vanavond u toespreken. Hij gaat u die verscherpte maatregelen aankondigen. Zodat we allemaal samen COVID-19 kunnen controleren en beheersbaar kunnen maken. En inshallah ben ik er weer woensdag met een andere aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Ram Ram Namaskar, goede hafiz. Salam alaikum, dit was Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dag.